Hi. Wil je niet hoi zeggen tegen de videomensen? Nee. Oké, blijkbaar niet. Hallo dames en heren, jongens en meisjes, videomensen. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik heb wel wat uit te leggen, denk ik. Ik heb wel even uit te leggen waarom ik de afgelopen dagen zo onactief ben geweest op mijn YouTube-kanaal. De meeste van jullie weten wel waardoor dat komt. Terwijl ik dit uitleg, open ik ook eventjes mijn video's van de afgelopen tijd. Om even te kijken wat er allemaal gaande is. Ik heb al een paar dagen niet meer geüpload. En in de afgelopen paar weken, laten we gewoon zeggen heel oktober, heb ik niet heel veel geüpload. Ik heb met mezelf afgesproken dat ik de hele maand oktober eigenlijk vrij zou nemen van YouTube om te gaan klussen aan mijn nieuwe huis. Ik heb namelijk een huis gekocht. Ik denk dat jullie dat wel wisten, want ik heb een aantal weken geleden op de 13e van oktober een zolderkamer geüpload met Duncan samen, waarin ik vertelde dat ik een huis heb gekocht en waar ik ook uitlegde wat er allemaal gaande was. Maar ik dacht, niet iedereen heeft die zolderkamer gezien. En de laatste dagen ben ik ook wel redelijk inactief geweest. De laatste video is online gekomen op 23 oktober. Het is nu 28 oktober. Dat is alweer een tijdje geleden. En een YouTuber moet elke dag uploaden om relevant te blijven tegenwoordig. Dus ik had wel eventjes wat te vermelden. En ik wilde jullie graag even een update geven over hoe het nu gaat. Met mijn nieuwe huis en met de situatie en wanneer er weer nieuwe video's komen. En ik wil jullie wat vertellen wat ik in mijn hoofd heb zitten. Waar ik ook al een tijdje geleden over heb gepraat. Ik heb deze video al een paar keer geprobeerd om op te nemen. Ik heb hem ook al een paar keer opgenomen en geëdit, maar uiteindelijk nooit online gezet omdat ik toch niet tevreden was over wat ik vertelde. En een paar dingetjes die ik vertelde mocht ik nog niet vertellen of vertelde ik niet juist. Dus ik had het uiteindelijk weer verwijderd. Dus hier is poging 3 van ik dit deze update video opneem voor jullie om te laten weten hoe het gaat. Sorry als ik eens een beetje in herhaling val, maar dat is nou eenmaal hoe ik ben. Ik probeer dit zo ongeëdit mogelijk online te zetten, dus vandaar. En allereerst het huis. Het huis is een soort van af. We zijn klaar met alle grote verbouwingen. De muren zijn klaar, de vloer zit erin, dus dat is nice. 30 oktober, dat is over 2 dagen, ga ik verhuizen. Dus dan ga ik al deze zooi die nu hier staat allemaal overhuizen naar het nieuwe huis. Dus ik denk dat dat vandaag de laatste dag wordt dat ik even ga opnemen in dit huis. En dan, dan wordt het een nieuwe studio bouwen in mijn nieuwe huis. En dan ga ik daar aan de slag, jongens. Dus dat is best wel spannend. Ik ben enthousiast. Ik ga samenwonen met mijn vriendin natuurlijk. Zij vindt het allemaal super spannend. Duncan is officieel al het huis uit. Dus ik heb van hem ook al afscheid genomen. He's gone. Het was super tof om met Duncan hier gewoond te hebben. Ook super tof om met Ronald hier gewoond te hebben. Ik heb veel geleerd natuurlijk, want ik was hiervoor woonde nog bij mijn ouders. Dus ik heb met hun samen het uit huis gaan en het op jezelf wonen leren kennen. En dat was heel, heel waardevol. En dat bedank ik die jongens echt super erg voor. Dus als jullie dit kijken, bedankt jongens. Ik hou van jullie. Maar ik ben nu dus eventjes de komende paar dagen alleen om alles in te pakken. Ik slaap in de woonkamer. Het is echt een chaos beneden. En ik heb een nieuwe camera gekocht. En daar kom ik zo meteen op waarom ik dat gedaan heb. Maar het lijkt me leuk om even deze camera aan te zetten. En om jullie eventjes te laten zien wat voor een chaos het wel niet beneden is. Want hier in mijn studio, het lijkt gewoon alsof er niks is veranderd, right? Dit ziet er gewoon nog steeds uit als mijn studio. Maar let me take you on a journey. Ik laat even zien hoe het beneden eraan toe gaat. Oké. En we zijn bij de cameramensen. Welkom. Dit is de camera. Daar is de andere camera. Hier is niks echt anders. Nog steeds hetzelfde als normaal. Dit is natuurlijk het halletje richting de zolderkamer. Nou, hier is al wat meer een zootje. Zoals je kan zien, de zolderkamer is een klein beetje dood. We hebben hem een beetje uit elkaar gehaald. Maar hier is niet heel veel gebeurd nog. Maar als we hier de trap aflopen en dan komen we beneden. Als jullie de vlogs van Jer gekeken hebben of mijn vlogs, weten jullie hoe dit eruit zag. Maar de hele vloer is weg. Er is geen vloer meer. Dit is mijn slaapkamer. Die is nu helemaal gone. Dus er staan kasten voor de deur. En het is leeg. Dit was Duncan's slaapkamer. Die is leeg. Er staat daar verf. En de vloer is weg. En daar gaan we zo meteen heen. Dit is de woonkamer. Er zit geen vloer meer in. Hier staat mijn bed. En de tafel met allemaal zooi. En allemaal verhuisdozen hier. En daar is de tv met een paar tuinstoelen hier. Oh. En als we dan nog deze kant op gaan. Richting Duncan's studio. Hierin staat letterlijk alles van het hele huis. Fuck aan mensen. Hier staat alles van het hele huis. Daar staan de planten. En alle verhuisdozen daar. Dus dit is de hele woonkamer. Staat hier banken. Dus ja, dat is een beetje de stand van zaken nu. Het is hier echt een chaos, zeg maar. Oké, terug naar boven. Zo, dus nu weten jullie een beetje hoe het eruit ziet hier beneden. Het is echt een grote chaos. Maar dat is omdat ik dus flink aan het opruimen ben geweest de laatste dagen. Jullie hadden trouwens het nieuwe huis moeten zien. By the way, jullie gaan het nieuwe huis zien. Want ik heb alles gefilmd in het nieuwe huis. Ik ga daar 1 of 2 vlogs van maken over de hele verbouwing. In het nieuwe huis en een beetje in het oude huis. Ik heb alles zoveel mogelijk gefilmd voor jullie. Dus dat wil wel lachen. Maar dat is dus wat mij eigenlijk de afgelopen maand zo bezig heeft gehouden. Kwestie van nieuw huis helemaal opbouwen. Dit huis helemaal afbreken. Het nieuwe huis waar we in gaan moest ik trouwens ook eerst helemaal afbreken voordat ik het kon opbouwen.
bouwen. En dat heeft een maand gekost. Dat heeft een hele hoop tijd, een hele hoop energie gekost. En ik ben echt helemaal kapot daarvan. Dus daarom had ik de video's even een beetje op pauze gezet, zeg maar. Maar ik ga weer proberen het weer op te pakken. Ik denk vanaf 1 november ga ik weer vol op YouTube. Dus dan ga ik weer proberen om elke dag een video voor jullie te maken. Zoals jullie van me gewend zijn. En er gaat wat bij komen. Ik heb namelijk deze camera niet voor een reden gekocht. Ik wil proberen... Het is ongelooflijk, maar dit wordt de eerste uiting die ik hierover ga maken. Ik wil gaan proberen om te dagelijks vloggen. Wauw, dat ik dat nog ooit zou zeggen. Nee, ik wil de poging geven, jongens. Ik heb heel veel mensen het zien doen. Heel veel mensen zien falen. Toch wil ik gewoon weten hoe het is om een dagelijks vlogger te zijn. Dus ik heb deze camera gekocht, zodat ik kan gaan dagelijks vloggen. En dat wil ik gaan doen in het nieuwe huis samen met mijn vriendin. En alles wat ik beleef, er komen in 2020 hele toffe dingen aan. Echt mokertoffe dingen aan die ik echt met jullie wil delen. En de beste manier om dat te doen is via een dagelijkse vlog. Ik wil van maandag tot en met vrijdag gaan vloggen. Zaterdag en zondag zijn dan dagen waar ik niks upload. En dan de volgende week weer verder en zo doen. En dan kijken we hoe lang ik dat volhoud. Het gaat allemaal op een nieuw kanaal komen. Het nieuwe kanaal is er nog niet. Dat ga ik nog aanmaken. Laat in de reacties suggesties voor de nieuwe naam weten. Ik weet nog niet hoe ik het ga noemen. Ik dacht aan Jones of Joost Bouw of gewoon iets in die richting. Jullie mogen het zelf verzinnen. Of ik ga de vlogs op dit kanaal uploaden en een gameplay op een ander kanaal zetten. Ik weet het nog niet. Ik moet het nog een beetje uitdenken. Dus alsjeblieft, laat weten in de reacties wat jij het liefste hebt. Maar goed, dat is in ieder geval wel iets wat ik wil gaan proberen. Dus vandaar de nieuwe camera. En ja, dat is wat er in mijn hoofd zit. Dus 1 november wordt de nieuwe start van Joost Speelt Spellen. En de vlog Joons. Ik weet nog niet hoe ik het ga noemen. Maar dan gaan alle video's weer terugkomen op mijn kanaal. En er komen meer video's, zelfs op het andere kanaal. Ik ga iets heel nieuws proberen. En ik vind het best wel eng dat ik dit nu tegen jullie zeg. Want voor hetzelfde geld loopt het helemaal niet. En ik ben heel erg benieuwd hoeveel van jullie daar enthousiast over zijn. Dat is natuurlijk iets heel anders dan wat ik normaal doe. En ik ga dan in één keer mijn hele leven filmen. Maar aangezien ik nu samen woon met Nicky, ik denk dat dat dan wel een goed moment is om dat dan te starten of zo. Een nieuw huis, weet je wel, een nieuw me. En dan kan ik een nieuw huis ontdekken samen met jullie. Dus dat wordt wel leuk, denk ik. Hoop ik. In 2020 komen heel veel toffe dingen aan waar ik helaas niet over kan praten. Sowieso de theatershow. Jullie weten ervan. Ik heb op Instagram met Rudy de theatershow aangekondigd. En die gaat er in 2020 ook aankomen. Dat is super episch. En daar wil ik jullie zoveel over vertellen. Maar dat kan nog niet. Dus daarvoor moeten jullie op de hoogte blijven. En daar gaat deze vlog echt een hele grote rol in spelen ook. Want ik en Rudy gaan repeteren. We gaan oefenen. We gaan dingen plannen en doen. En daar gaat deze vlog bij zijn. Merchandise komt er ook aan, jongens. 2020 wordt een topjaar. Dit jaar is nog niet eens over. Het is toch in oktober, jongens. Ik zit daar nu al over 2020. Praten, maar vanaf november zijn we terug. Dat is even voor nu. Op korte termijn wat jullie rekening moeten houden. 1 november gaan we weer massaal uploaden. In oktober zal ik misschien nog wel 1 of 2 video's uploaden. Het is natuurlijk al eind oktober. Maar november is mijn maand. Dan gaan we weer helemaal krallen. November, oktober, januari, februari. We zijn weer helemaal back in business. Oké? Ik ben nog niet dood. Joost Speelt Spellen is nog niet dood. Voorlopig. Jullie moeten het nog even met me doen, dames en heren. Bedankt voor het kijken naar deze korte update video. Hopelijk heb ik jullie een beetje bijgebracht met wat er allemaal speelt in mijn leven. Nogmaals, mijn excuses als ik nogal in herhaling trad. Daar ben ik nogal goed in. En ik zie jullie snel terug bij een nieuwe video. Ik ga Minecraft opnemen nu, want ik heb daar nu tijd voor. Oké, bye bye.